Goedendag, het is weer woensdag. Tijd voor een nieuwe tiendaagse. Kijken we in detail even wat verder vooruit. Vandaag, woensdag, een best een aardige dag overdag. Vaak ook met flink wat blauwe lucht, zoals hier in Breda. Maar vanavond bijvoorbeeld wordt het alweer een stuk wisselvalliger als er stevige buien overtrekken. In de weersverwachting voor vandaag heb ik daar aandacht voor. Ik kijk nu wat verder vooruit en ik begin te kijken naar de Jetstream. Een band met hoge windsnelheden op zo'n 11 kilometer hoogte. En wat zien we? Die band met hoge windsnelheden die ligt zo'n beetje boven onze hoogte, boven onze breedte moet ik zeggen. Boven de oceaan, maar ook boven Nederland. En als ik hem dan aanzet, dan zien we dat constant in onze omgeving is. Die donkere kleuren geven de hoogste windsnelheden weer. Dat betekent, als zo'n band bij ons in de omgeving is, dat we vaak te maken hebben met zeer wisselvallig weer. Nou, dat klopt ook wel. Dat gaan we zien straks in de weerkaarten. Begin volgende week zakt die band met windsnelheden wat meer naar het zuiden. Hij kantelt ook en dan kan er wat koudere lucht onze kant op gaan komen. En dan krijgen we zomaar misschien te maken met wat winterse neerslag aan het begin van volgende week. Dat is niet helemaal uitgesloten. En dan zien we ook dat later toch die band weer door gaat schuiven. En waarschijnlijk komen we dan gewoon weer in de wat zachtere lucht terecht. En is het winterse intermezzo alweer voorbij. Een winters weerbeeld overigens dat we krijgen, dat kan misschien wel wat sneeuwbuien op gaan leveren, wat hagelbuien. Dat past natuurlijk prima in deze tijd van het jaar. Het is niet zo dat we direct nu de schaatsen uit het vet moeten gaan halen. Want dat winterweer, dat komt er voorlopig nog niet aan. Op het 500 hectopascal vlak, dat is op zo'n 5 kilometer boven ons hoofd, kunnen we ook heel goed zien dat we een strakke westelijke stroming hebben in eerste instantie. Maar dat naarmate het weekend voorbij komt, langzaam maar zeker er ook wat koudere lucht gaat komen vanuit het noorden. En dat past natuurlijk heel goed in het beeld wat ik net schetste. Dit is een pluk met koude lucht die langzaam maar zeker richting ons land komt. En dan zijn we zo'n beetje aangekomen op maandag, dinsdag. Hier gebeurt dat. En met die koude lucht neemt ook de kans op winterse neerslag toe. Hier kunnen we dat mooi zien, dat er echt zo'n koude blub, als het ware, in onze bovenlucht aanwezig is. Nou, schuift er dan een storing onder door die neerslag kan produceren, dan heb je heel snel te maken met sneeuwbuien, hagel of misschien zelfs wel met wat langdurige sneeuw. Dat is allemaal mogelijk als die grondtemperatuur natuurlijk niet al te hoog blijft, want anders smelt dat heel snel. En anders krijg je misschien zelfs wel een klein sneeuwdekje. Ik sluit het allemaal niet uit. De kans is niet super groot, want dit is natuurlijk één van de oplossingen. Maar het is wel een oplossing die ik graag even wat aandacht wil geven, al is het maar om echt de winterliefhebbers ook een beetje hoop te geven dat het best nog wel kan af en toe met sneeuw. Terug naar de weerkaarten. Dit is dan voor morgenmiddag 15 uur een strakke westelijke stroming boven onze omgeving. En dan kunnen we mooi zien dat er van tijd tot tijd van die storingen gaan passeren. En dan gaan we ons vooral even focussen op de storing begin volgende week. Daar komt die aan. Dat is met die koude pluk. En dan zien we dat het Amerikaans model eigenlijk gewoon ook wel wat sneeuwval in ons land uitrekent. En dat zou dus kunnen betekenen dat we daar begin volgende week mee te maken gaan krijgen. Ook later in de week is er nog steeds kans op wat winterse buien. De temperatuur, doet die dan wel voldoende mee? Nou, dan ga ik nu kijken naar het Europees model. Die is iets gematigder met de kans op sneeuw, maar sluit het ook niet uit. Dus dat is op zich weer positief nieuws voor de winterliefhebbers. En wat we ook zien is dat de trend volgende week, en dan ga ik dat eventjes hier accentueren, dat die temperaturen duidelijk wel wat lager gaan uitkomen. We zitten deze dagen nog steeds constant rond die 10 graden. Maar hier middagtemperaturen zo rond 5 graden. En als het dan echt eventjes goed koud wordt in die bovenlucht, kan je best wat winterse neerslag hebben. Nou, met een beetje fantasie misschien, maar ook als je gewoon goed kijkt, dan zie je dat die trend daarna wel weer iets omhoog gaat. Er is natuurlijk wel veel onzekerheid, dus we moeten gewoon eventjes af gaan wachten wat daarna gebeurt. De atmosfeer is momenteel zo dynamisch dat je eigenlijk heel moeilijk verder vooruit kan kijken dan een dag of 5, 6. Neerslagkansen, die zijn er zeker. Het is gewoon wisselvallig weer. Kijkt u maar eens naar deze staafjes. Allemaal staafjes boven de 50% kans op neerslag. Met andere woorden, we gaan gewoon een reeks natte dagen tegemoet. Af en toe is het natuurlijk wel wat droger. En misschien dus begin volgende week, maandag, dinsdag, af en toe ook wat winterse neerslag. Nog fijne dag.